Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield, de Avatar Lock, samen met Jordi van de Subpar Guys. Het is tijd, we hebben de vorige aflevering deze mooie gym van Alistair verslagen. En nu wordt het tijd dat we door de, maar eigenlijk mijn favoriete gedeelte van de game gaan. Ik denk van velen. Mm-hmm. Ik vind het echt vet, dat stukje. Ook de Opal-stadje, zeg maar. Vind ik mooi. Ja, maar het is ook echt de enige, sorry dat ik zeg, maar de enige fatsoenlijke route eigenlijk. Hoezo vind je dat? Nou, de route hier naartoe, naar Stoneside, was oké. Okay. Mm-hmm. Niet echt speciaal. Dan heb je de twee routes gehad van de Gallimines. Mm-hmm. Nou, laten we even heel eerlijk zijn, als caves stellen die ook niks voor. Nee, dat klopt. En de rest van de routes, en daar heb ik al over gezegd, het zijn niet echt interessante routes. Het is gewoon... Die ene snowroute vind ik wel vet. Richting Winden, dat vind ik wel een vette route. Maar daar zijn we nog niet. Nee, daar zijn we zeker nog niet. Alleen, daar kan ik heel kort nog even kort over zijn. Als een route is je heel gaaf. Als een Victoria route stelt hij niks voor. Nee, dan is hij waardeloos. Nee, dat klopt. Eigenlijk is het niet echt een Victory Road. Hè? Nee. Yeah. Het is een beetje hetzelfde verhaal als... Want je hebt Sun and Moon wel gespeeld, of niet? Ja, ik heb alles gespeeld. Oké. Sun and Moon. The Cave for the Elite 4. En je weet precies waar ik het over heb, of niet? Ik moet wel heel eventjes backtracken. Ja. Ja, die cave is best een vette cave. Die cave is hartstikke gaaf. Zit alleen niks in. Nee, precies. Nee, dat klopt. Nee, maar hij ziet er wel mooi uit, zeg maar. Met dat ijs ook. Dat schrijf ik heel erg toe. Hij ziet er heel gaaf uit, maar het is leeg. In Usum stoppen ze de dingen in. Trainers. Ja. Stoppen ze ook... Volgens mij stoppen ze dan de Crossma er ook in. Maar in oorspronkelijke... Ja, klopt. Dan ligt de Crossma daar zo, helemaal op het eind. Ja, dat klopt. Oké. Ik ben heel benieuwd, Golett. Kan jij... Oeh. Ik one-hit kill alles van Beedie. Ja, ik net niet. Ik ben echt heel blij wanneer ik een Golurk heb. Want Golett doet net niet genoeg damage. Denk je dat je überhaupt nog een Pokémon gaat verliezen deze run? Nou, ik wil me niet jinxen, dus... Nee. Ik zeg even niks, als je het niet erg vindt. Oké. Okay. Okay. Ik dacht eigenlijk dat je vraag zou zijn van, denk jij nog dat je een Golurk gaat krijgen? Oh ja, die ga je nog wel krijgen. Dan ja, dat is level 43 en die van mij is level 38. Mm-hmm. Ik doe er geen uitspraak over, want er gaat zo meteen iets gebeuren en dan gaat hij dood. Dus ik zou het mooi vinden. Ja, ik heb alles gewoon niet gejoogd. Ja, voor mij komt het wel. Want ik mis nog twee powerhouses in mijn team. Ik mis nog Golurk en ik mis nog Grimmsnarl. En dan heb ik een powerhouse van heb ik jou daar. Wauw. Oh, verdomme. Wat? Ik krijg een sidebeam op mijn kop. Dan word ik geconfused. Is hij dood? Nee, word ik geconfused. Oh. ik zat best wel hard gelachen als het wel was. Nee, het is om mijn bronzong. Oké. Okay. Oh ja, dit. En dan gaat hij die muur nog slopen. Ja, denk je ook. Oké, Piet, waar ben je mee bezig? Toch even, die kunst die erop zit, stelt ook niks voor. Nee, ik zou hem ook slopen. Zeker als je ziet wat erachter zit. Ja. En dat is ook wel wat ik bedoel met het verhaal wat een beetje moet sudderen. Want op zich wat erin zit is wel gaaf. Ja, ik had erachter, als je daarachter iets van een geheime cave was of zo.
Ja. Geheime tunnel. Ja, bijvoorbeeld een geheime tunnel zou wel gaaf zijn geweest. Mm-hmm. Je loopt naar binnen en je kan daar, nou ja. De Reggies vangen. Nou, op zich. Nou. Het had wel gekund. Dat er of de Reggies in zaten of de Rusted Sword en de Rusted Shield zaten daar. En zaten ze van, hey, mooi. Wat kan ik hiermee? Dat je nog een beetje een mysterieus item zou hebben. Ja. Want nu is het, ja, nee, we, aan het einde van de keer. Ja, we gaan naar de Slumbering Wild. Ja, maar waarom dan? En daar gaan we gewoon naartoe. Oké. Okay. Hier, de Rusted Sword en de Rusted Shield. Ja, wat doen we ermee? Ja, geen idee, maar het is wel handig. Ja, precies. Oké. Okay. Op de vraag is van, ja, wil jij hem hier en hier naartoe brengen? En dan kom je net op het pad, kom je wat tegen dat je moet gebruiken. Ja, maar als je hem bijvoorbeeld hier had gekregen. Als de ding kapot zou gaan en hier zou de Rusted ding zou zitten. Dan heb je toch gewoon een inkling van, hey, het is een key item. Misschien komt het van pas. Beetje zoals de Blackstone en Whitestone in Black and White. Ja, moet je me even helpen, want dat is wel de game die ik het minst heb gespeeld. Daar waar Zekrom en Reshiram in zit. Ja. Wat moet je er ook wel mee dan? Nou, dat krijg je gewoon bij, voor mij net naar gym 8. En dan krijg je de Blackstone, maar je weet niet hoe je moet awakenen. En hij awakent pas wanneer je tegen N... bij N bent. Bij N bent. Ja. En hier is het letterlijk van, ja, je bent bij het eind. Oh ja, wacht even, je moet even nog je key item ophalen. Toch, in Black and White doen ze het ook niet goed. Dat had ik ook liever gehad van dat je in gym 2 of gym 3 al die Blackstone en Whitestone krijgt. Ja. Dus ja, maar voor de rest... Zoals ik gezegd, het had iets meer mogen sudderen. Ja, precies. Ik vind het ook zo mooi dat wij aan het eind van de rit Sonja als professor maken. Waar is onze labjas? Echt, hè? Het enige wat wij niet hebben gedaan is geschreven. Maar volgens mij zijn we in deze game ook analfabeet. Maar oké. Even kijken, moet ik healen? Of ben ik geheeld? Ik moet healen. Mijn Colette heeft nog maar 30 HP. Oh, dan zou ik wel healen, ja. Ja. Nou ja, dan terwijl we gaan healen, pak ik bij Limbo Tangle. Ja, dat is wel een goeie, want ik ben inmiddels al in Limbo Tangle. Maar welke Pokémon kan ik hier ook weer vangen? Geef me Intel. Sowieso, sowieso meer dan mij. Wat jij kan vangen is... Oh ja, Indeedee zei jij. Indeedee? Nou, ik merk dat ik gewoon... Ik zit hier vast de komende 2 uur. Nee, wat jij hier kan vangen zijn een Indeedee. Mm-hmm. Een Oranguru. Nee, Impidimp heb je al. En dat is het. Oké. Wat ik hier kan vangen... Ja, en alles. En hier komt hij. Een Ponyta. Nou, een Spritzy heb ik al. Sinistee. Ik kan een Chinotic hier vangen. Oh ja, ook nog. Maar die is die niet... Oh nee, die is Grass. Die is Grass Fairy. Ja. Ik kan niet vangen een Oranguru. Ik kan niet vangen een Sinistee. Ik kan niet vangen een Heatran, maar een Heatran heb ik al. Mm-hmm. En ik kan niet vangen een Indeedee. Dit is gewoon, dit is gewoon mijn route. Stel nou... En Phantom kan je ook nog vangen. Oh ja, dan ook nog Phantom, ja. Nee, laat ik zo zeggen. Als ik degene was die bij Cowboys een team had gewiped... Mm-hmm. Had ik een heel team kunnen vangen. Ja. En had ik nog keuzes gehad ook. Maar even kijken, hoeveel kan ik hier nu vangen? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Ik kan die 9 Pokémon's vangen. Dat zijn veel Pokémon's, ja. Ja, ik denk ook niet dat ik ze allemaal hier ga vangen. Ik denk dat ik ook gewoon kan zeggen van, weet je wat, ik vang er een paar. Als ik iets nodig heb, dus als ik bijvoorbeeld een Fairy type nodig heb, of... Ja, dan kom ik nog niet terug. Ik wil een Ghost Grass, en Gorgeist is misschien dood. Weet je wat, ik kom hier terug en ik haal de Phantom. Want, eerlijke mening, Phantom of Trevenant? Nee, Gorgeist of Trevenant? Nou, Trevenant heb ik vaak gebruikt, Gorgeist niet.
Dus ik weet, dus misschien, kijk, ik heb Trevenant vaak gebruikt. Ik vond het een fijne Pokémon. En Gorgash nog niet, dus daar heb ik niet echt een mening over. Nee, oké. Okay. Nee, want... Ik vind qua design vind ik ze ook allebei vet. Ze hebben ook alle twee hele goede shinies. Ja, klopt. Klopt. Dat vind ik misschien vind... Trevenant nog wel vetter. Trevenant heeft een vettere design, ja. Dat ben ik ook heel eerlijk in. Maar ze zijn beide niet slecht. Want de ene, nee. Gorga is wat een beetje paasachtig. Mm-hmm. Nou, is ook paars op zich zwart, ja. Is op zich ook wel gaaf. Maar ja, Trevenant wit met rode bladeren. Yep. Ja. Ook echt vet. Sorry, maar daar kan niks tegenop. Mm. Het is dat bij mij ook gewoon de top 5 van beste shinies. Mm. Nou, ik wil gewoon een Pokémon vangen hier. Waarom is iedereen zo lastig? Even kijken. Ja, ik denk dat was een beetje... Yes. Nee, weer een spritsie. Ik ben 100 spritsies tegen. Ja, echt. De mooiste grap die ik ooit heb gehoord van sommige Pokémons is van Klingklang en is van Aromatisse. You can use these Pokémons on two ways. Either they use as fodder or they're dead. Yeah. Ja. Ja, hey, Ponyta. Want beide Pokémons gebruiken gewoon niet. Mm-hmm. Maar ik vind de evaluatie van Swirlix vind ik ook lelijk hoor, Slurpuff. Ja, maar ik vind Slurpuff nog wel geinig als design. Want hij moet een soort van hond voorstellen die een beetje in elkaar... Een beetje een rare puddinghond. Hé, hey, Yarangaroo, die mag ik vangen. Ja. Ik heb echt één keer gebruikt in Sun and Moon en daarna nooit meer. Was mijn eerste Pokémon die ik gebruikte ook destijds in Sun and Moon. Oké. Okay. Ik denk van, weet je wat? Gaaf design. Ik ga hem gebruiken. Direct spijt van. Nee, hij deed wel goede moves, maar er zit geen damage. Ja, ik had... in mijn eerste Sun and Moon run had ik Decidueye, Pikevolt, Komo-o. Wat heb ik nog meer? Dat waren wel de drie die ik echt gebruikte, zeg maar. Wat heb ik nog meer? Waarschijnlijk een of andere Alolan vorm van iets. Ja, even kijken welke gebruikte ik. Weet je wat? Dat is het mooiste aan Longplays. Ik kan ze makkelijk opzoeken. Ja, ik speel mijn eerste run meestal niet online, zeg maar. Als in, ik film hem niet. Nou, doe ik eigenlijk nu wel puur omdat ik het wel geinig vind om op te nemen. Maar dan kan je altijd nog, nog terugkijken en als je dan mensen gaat vragen van hey, hoe was jouw eerste run? Dan kan je gewoon zeggen van, hier, kijk deze video. Ja, klopt. Ja, want ik doe meestal als een nieuwe... deze game had ik een midnight release gehaald. Ja. Dus toen gingen we meteen naar Justin, gingen we meteen allebei aan de tv leggen en allebei gamen, zeg maar. Allebei spelen. Mm-hmm. Dus dat doen we meestal. Dan gaan we gewoon allebei, starten we de game op, gaan we gewoon een beetje casual spelen en dan... Ja. Oeh, hoe zal ik deze aap noemen? Attenborough. Als het kan. Nee? Je kent toch al van die documentaire? Nee. Van natuurdocumentaire. Het is een gozer die altijd die dingen inspreekt. Nu moet ik zeggen dat ik nooit documentaires kijk. Dus dat kan ook aan liggen. Daarom ik hem niet ken. Oké, ver en af. Ja, een hele makkelijke is een Afrikaanse naam, dus je kan hem Ecuador noemen. Ik heb hem Donkey Kong genoemd. Ook een prima naam. Nu moet ik alleen Indidi nog. Yep. Oké, ik heb het voor je opgezocht. Mijn team voor de allereerste keer in Moon was Primarina. Lycorok Midnight. Want ik ben die edgy boy. Dan hebben wij Mudsdale. Mm-hmm. Dan hebben wij Serena. Oranguru.
En hier komt de raarste pick. Ariados. Oh, dat is wel een bijzondere pick, ja. Ik weet al welke ik nog meer had in mijn team. Dus ik had Decidueye, Vikavolt, Komo-o, Wishiwashi. Die was echt MVP trouwens, die Wishiwashi. Ja, wanneer die vol HP was wel, ja. Mm-hmm. Ja, en het is pas bij de laatste 20% toch dat die verandert. Ja, dus klopt. Dus gewoon zorgen dat dat nooit gebeurt. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan, maar ja. Ja, en ik ben ook iemand die de eerste ronde zonder Nuzlocke speelt. Hè. Dus dan maakt het niet zoveel uit als ze doodgaan. Nee, klopt. Daar heb je ook wel gelijk in. En nog twee, maar die hebben niet zo heel veel indruk bij me achtergelaten. Het moet wel iets van een Alolan vorm zijn, want ik vond het concept zo vet. Maar ik weet niet meer welke. Alolan Sandslash? Nee. Oh, Alolan Ninetales. Die zat in mijn team. Dat is ook een van mijn favoriete Pokémon. Ja, ik vind het wel weer zo'n rare koppeling met elkaar. Hoe bedoel je? Nou ja, als je denkt aan Ninetales en je denkt aan een soort van exclusive die eraan gekoppeld is. Ja, dat het precies. Dat het geen Arcanine is of zo. Zeg maar. Nee, precies. Het is waar dat Sandslash en Vulpix voor mij destijds niet in dezelfde game zaten. Of zat wel een... Hetzelfde game. Ik weet eerlijk gezegd niet meer. Ik kan het... Morgrem, ik heb geen zin in jou. Maar ja, wat ik wel raar vind is dat Meowth nou zoveel exclus, zoveel vorms heeft. Ja. Al moet ik zeggen, ik zou best wel een keer in een game Berserker willen gebruiken. Dat heb ik nog niet gedaan en die vind ik op zich best wel vet. Die heeft ook wel een oké shiny. Die heeft gewoon een shiny, die is niet super anders, maar... hij is gewoon net even finishing touch, zeg maar. Ik vind het precies. Beetje hetzelfde idee wat Corviknight heeft als shiny. Ja. Gewoon een beetje een hele lichte, een beetje doffe glans. Uh-huh. Nou, die gaan gewoon in die bal, jongen, Kees. Oh, je bent er maar wat tegengekomen. Nice. Ja. Nou, ik heb ondertussen, voor iemand die eigenlijk hier van alles en nog wat kan vangen, ik heb hier nog niks gevangen. Dat is bijzonder. Nou ja, ik was vanavond bezig met het trainen, zie je. Oké. Okay. En ik moet ook eerlijk toegeven, er spawnen niet echt iets, zie je. Oké, dat is de eerste Phantom. Oké, we hebben de exclusives voor mijn lijst. Nee. Sandshrew en Vulpix zaten in dezelfde games. Nou ja, dan was het misschien meer gewoon van, oké, welke Galarian Forms hebben we allemaal? Welke zullen we first and exclusive maken? Oh, die zijn allebei ijs geworden, laten we die allebei doen. Ja, maar dan, ja. Dan zou ik eigenlijk eerder hebben gezegd van, hey, maak van Mankey en Primeape een ding. Nou, Phantom kan ik ook niet meer vangen, want hij curste zichzelf. Dood. Ja. Fuck that. Ja, maar dat... Nee, ik heb Indeed. Oké, ja. Dat zijn ook van die catches waar je ook letterlijk niks aan kan doen. Ik denk van, oké, één bite kunnen we overleven. Kan niet ook. Als je zich niet had gecurst. Ja, dat is wel echt lame. Ja. Nee, ik zou bijna zeggen van, ik zit hier nog wel even. Ga je even naar de wild area? Want ik denk niet dat jij de wild area voor een groot deel nog had bekeken in het begin. Of wel? Ja, en ik heb hier nog geen enkele trainer gedaan. Dus die kan ik nog doen, dus. Ja. Toch even, ik heb al gezegd, ik ben niet heel veel dingen voor plan om hier te vangen. Chinotic vind ik niet verkeerd. En Ponyta dan, die lijkt me wel episch voor jouw team. Nee, klopt. Toegegeven, ik heb wel Ponyta een keer eerder gebruikt, maar... Ik ook, mijn eerste run al had ik een Rapidee. Alleen als een ding... Vond ik de vetste Galarian namelijk. Ik ben geen groot voorstander van Galarian Rapidash. Ik vind het gewoon net niet. Ook qua design vind ik het net... niet. Echt? Ja. Het zijn de ogen. Het zijn puur de ogen. En ik heb nu toch voor me... Weet je nog iets van je X-run? Of I? Ik weet niet welke jij hebt. I, ik had I. Ja, ik heb ze allebei, maar... ik had I als eerste gespeeld.
Even denken hoor. Ik moet even de starters voor me halen. Oh ja, ik begon met een chestpin. Ja. Dat is niet waar. Ik denk, toch of wel? Jawel, ik begon met een chestpin. Ja. Die ik trouwens het minst leuk van allemaal vind achteraf. Maar, dan kan ik met jou de hand schudden, want mijn eerste starter was ook een chestnut. Oké. Okay. Wat had ik nog meer? Ik kan me niet zo goed herinneren. Nee, ik kan me niet zo goed herinneren welke Pokémon ik allemaal had. Oké, want wat ik nu voor me heb, had ik bij mij Chestnut. Mm-hmm. Vivillon. Vivillon, ja. Yeah. Dus de vlinder, want ik vind het idee van dat het design gewoon over de hele wereld anders is. Ja, yeah, dat vind ik ook vet. Yeah. Ik had een Pyroar. Die zou ik nooit in mijn team doen, Pyroar. Ja, ik hou altijd van om een beetje wat van de standaard types in mijn team te hebben. Mm-hmm. Een Florges. Echt waar? Oké. Okay. Nou, hier is nog een betere Furfru. Ja. Yeah. En als laatste, en die zou je misschien nog helemaal raar vinden, een Aurorus. Nee, die had ik ook in mijn team. Oké. Okay. Die vind ik namelijk vetter dan Tyrantrum. Nou, Tyrantrum. Ik vind Tyrantrum zelf gaaf, maar ik vind het idee van een Rock Ice type vind ik gewoon gaaf om te zien. Ja, Aurorus had ik ook in mijn team, dat weet ik zeker. Ja, die vind ik nog steeds vet. Die zou ik ook nog steeds graag in mijn team doen als ik weer eens een run van iets doe. Nu is alleen de vraag van mij, wat ga ik doen? Want deze Oranguru heeft even gesetupt, dus ik ben heel veel bang. Oké. Okay. Oh, laat maar als je Nasty Plot en dan gaat Psycuppen, dan ben ik nergens meer bang voor. Waarom doe je dan Nasty Plot? Maar oké. Okay. 1, 2, 3. Dammit. Oké, gaan we door. Oké, dan gaan wij gewoon weer verder met deze dingen. Want jij bent nog steeds bezig met trainers? Nee, de trainers heb ik verslagen. Dus ik doe heel even Ballon Lea inrijden. Dan ga ik even, want hier kan je volgens mij de Eviolite pakken, toch? Volgens mij wel, ja. Ga ik even op zoek daarna. Dan kan ik nog een Ponyard geven, want die heeft nog... Ja. Nou, als jij en ik het echt nooit kunnen halen en we zitten echt zo van, oké, we moeten Oranguru gebruiken, dan heb ik een hele mooie naam voor Oranguru. Jij hebt Donkey Kong, okay. Ik heb Cranky Kong. Ja. Heb je hem ook al gevangen? Ik heb hem net gevangen. Ah, oké, nice. Letterlijk nu net. En dan hebben we een tweede. Oranguru, ik wil jou niet meer. Ga weg. Ik wil nu even andere Pokémon's even fixen. Ik wil sowieso nog Galarian Ponyta. En... eerlijk gezegd, ik weet niet welke ik nog wil daarna. Ja, ik moet zeggen dat ik op dit moment ook erg tevreden ben met mijn team, zo zeg maar. Ja. Nou, waar ik niet tevreden mee ben, is mijn speed van mijn team. Moet je een Pokémon ooit de Trick Room geven? Ja, dit is mijn snelste Pokémon, 69. Hardy. Nice. Dan heb ik eentje van 46, dan eentje van 29, eentje van 40, eentje van 46, eentje van 41. Op de levels die ik nu zit, zijn de levels hoger dan bijna hun speed. Dat zegt volgens mij al genoeg. Even kijken, ja, ik heb Fikervolt, dus die is ook fucking slow. En ik heb Skuntank en Diggersby, die zijn natuurlijk ook niet al te snel. Nee, maar die zie ik meer als gemiddeld qua snelheid. Want wat is hun speed? Ja, weet ik zo niet. Ik zit in battle. Ah, oké. Tegen Eviolite, mevrouw. Maar Heptrain had ik al. Easy. Even kijken. Kom op. Ik wil nog even iets anders. Ik op een gegeven moment nog Galarian Ponyta. En dan ben ik op zich hier wel klaar. Want de Sinistee proberen te vinden is toch al een drama op zich. Ja. Yeah.
Kan je nog die 24 uur stream herinneren van Game Freak? Waarin... Ja, ik ben blij dat ik daar niet naar heb gekeken. Wat een afzetterij. Toch? Echt. Nou, ze hadden van mij echt wel wat andere Pokémon's in laten zien. Want op zich, het idee vind ik niet slecht. We laten 24 uur lang laten wij een route zien. En dan komen er weer Pokémon's langs. Zoals de nooit geannounced Impidimp. Ja. Ik vind het nog steeds wel zonde voor Impidimp. Ja, maar dat komt omdat... Die hadden ze dan ook niet in de demo moeten doen als ze dat niet wouden. Nee. Of in de, niet per se demo, maar in dat wat je kon spelen op zo'n... Klopt. Op zo'n ding. Ja, nee, ja, precies. Maar ja, dat is echt het hele ding. Zo van... Why? Ja. Ben jij zover of niet? Ik heb net een Galarian Ponyta gevangen. Oké. En letterlijk nu net. Hij zit letterlijk nu net in de bal. Dus ik moet even nog nemen en dan moet nog naar Bellenly toe. Dus geef nog een paar minuten. Door. Ra. Hoe ga ik mijn Ponyta noemen? Epona. Twilight. Ah, ik heb ook een Pokémon die Twilight heet. Welke dan? Mijn Metapod. Ver en af. Nou, moet ik nog kijken of ik nog een speciale aflevering hiervan kan maken. Ja, maak hier even nog een speciale aflevering van. Ik heb een Rare Candy in Morgrim gestopt. Ah, dan wordt het een... Grimmsnarl. Wow, welk level? 40? 44. Hoe hoog heb jij jouw Pokémon's? Hoog. Holy shit. Ja, fucking hoog. Ik snap wel dat jij geen Pokémon's kwijtraakt. Nou, noem niet zijn mijn levels niet zo hoog. Maar dit komt puur en alleen maar... Noem niet eens... In een normale versus skippen we vaak de trainers. Ja, ik... hoe heet het? Ik heb nu twee levels... Pokémon van level 40. En vier Pokémon van level 38. Even kijken. Mijn levels zijn... Nou ja... Grimmsnarl is 44 nu, omdat ik er herkennis in heb gestopt. Ja. Ik heb 3 van 39, 1 van 40 en 1 van 41. Maar ik was dezelfde level als jou. Dus. Oké. Dan valt het wel mee. Het valt wel mee. En enige reden waarom Grimmsnarl nu OP is, ik wil nog even een Grimmsnarl. Snap ik. Dat is mooi om de aflevering mee te beëindigen. Leek me ook. Dan weet ik het ook van... Want ik ga toch Grimmsnarl niet gebruiken zometeen bij de gym. Nee, precies. Dark Fairy. Tegen een Fairy gym. Nee. Nee, doe maar niet. Nou, ik ga healen en dan vind ik het goed. Dan kunnen we de pad beëindigen. Nou, oké. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet op te abonneren op dit kanaal. En ook niet op het kanaal van Jordi, namelijk de Subpar Guys. En dan zien we heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.